Welkom bij alweer mijn vijfde vlog. Een paar weken geleden mocht ik een workshop verzorgen bij MBO Utrecht over bloggen en vloggen in het onderwijs. Bij een workshop vind ik het natuurlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk actief aan de slag bent, maar ik had ook een introductie op het onderwerp bij die workshop en dat is het uitgangspunt geweest voor dit vijfde vlog. Dus bij deze gaan we starten met een vlog over een vlog. Maar eerst het onderwerp bloggen. Wat is een blog eigenlijk? Nou, een blog of. Een weblog, want daar komt het woord oorspronkelijk vandaan, is eigenlijk niks anders dan een digitaal online dagboek. Een soort logboek of dagboek waarbij je opschrijft wat jou bezighoudt. En het voordeel van een weblog of een blog ten opzichte van een, een fysiek dagboek, zoals hier op de foto, is dat je over het internet een enorm groot bereik hebt. En iedereen kan lezen waar je mee bezig bent. En zo zijn er talloze blogs vindbaar. Bijvoorbeeld over reizen. Dat zie je vaak als mensen op reis gaan, een jaar. Bijvoorbeeld als ze ervan doorgaan dat ze een blog bijhouden. Je vindt allerlei blogs over koken, over recepten en gerechten. En je vindt allerlei blogs over nieuws. Uh, heel veel uh, nieuwspagina's of kranten hebben ook aanvullende blogs. Nou, zo zijn er nog talloze andere onderwerpen waarover je zou kunnen bloggen. Bijvoorbeeld het onderwijs. Als je wil gaan bloggen, dan uh, kun je heel snel aan de slag. Als je gebruik wil maken van bijvoorbeeld WordPress hier aan de linkerkant of blogger aan de rechterkant. In de show notes is een instructievideo opgenomen naar hoe je met blogger, uh, dat is een blogdienst van Google, heel snel aan de slag kunt. Kun je gratis en reclamevrij bloggen. Maar waarom zou je eigenlijk überhaupt willen bloggen? Dat is een legitieme vraag. Een belangrijke reden om te gaan bloggen voor velen is om te delen waar je mee bezig bent. En zodat je ook gelijkgestemden vindt en met dezelfde interesses en waarbij je dus van gedachten kunt wisselen. Een tweede reden is dat je door het bloggen ook feedback kunt krijgen op datgene waar je mee bezig bent. Wat hopelijk weer ertoe leidt dat je een verbeterslag kan aanbrengen met datgene waar je mee bezig bent. En deze cyclus. Um, ervaren veel bloggers als heel prettig in het kader van hun professionalisering. Maar de meeste bloggers die beginnen met online schrijven om hun gedachten te ordenen, om te reflecteren op iets wat ze hebben ervaren of hebben gelezen. En een bijkomend voordeel is dat ze hun interessante reacties krijgen, wat ook weer goed is voor hun kennisdeling, hun netwerk en hun professionalisering. En tot slot, een blog kan ook een naslagwerk zijn voor alles wat je professioneel bezighoudt. Een blog wordt daarmee een rijk multimediaal archief. Als je interesse hebt om in het onderwijs te gaan bloggen, dan kun je dus snel van start. En je bent ook zeker niet de enige. Er zijn op dit moment meer dan 300 edu-bloggers die regelmatig schrijven over het onderwijs op hun eigen persoonlijke of gezamenlijke webblog. Ook hier weer onderaan deze dia staat een link naar de website van de edu-bloggers, zodat je daar eens kunt grasduinen. Maar ook leerlingen kunnen zeker gaan bloggen in het onderwijs. Dat zou al kunnen vanaf de basisschool. Als kinderen online bezig gaan vanaf groep 6, 7, kan het heel erg fijn zijn om uh, een individueel of een klassenblog op te starten. Dat kan ook zeker op de middelbare school. Of natuurlijk in het vervolgonderwijs, het MBO, het HBO of het WO, kunnen kinderen, leerlingen, studenten zelf uitstekend bloggen. En waarom je dat zou kunnen doen, dat leg ik uit aan de hand van de taxonomie van Fink uit 2003. Dat is een taxonomie over betekenisvol leren. En zijn indeling is anders dan bijvoorbeeld de taxonomie van Bloom omdat Fink niet hiërarchisch werkt. En daarnaast betrekt de indeling van Fink zowel het affectieve als het cognitieve domein. Hij onderscheidt zes aspecten die van belang zijn bij betekenisvol leren. En omdat het niet hiërarchisch is, in volstrekt willekeurige volgorde behandel ik die dan. En als eerste is dat fundamentele kennis is nodig bij betekenisvol leren. Denk hierbij aan het kunnen begrijpen en herinneren van feiten, kennis, gebeurtenissen. Denk ook aan werkwoorden als benoemen, opzommen, beschrijven om leerlingen daarmee aan de slag te zetten. Het tweede aspect van Fink's taxonomie is de toepassing. En hierbij gaat het om het kritisch en creatief kunnen denken, ook praktisch kunnen denken. Het kunnen oplossen van problemen. En denk hierbij aan werkwoorden zoals analyseer of interpreteer of pas toe om de leerlingen actief hierbij te betrekken. Het derde aspect van Fink is de integratie. En hierbij gaat het om het kunnen leggen van verbanden tussen zowel ideeën als onderwerpen, maar ook tussen mensen. Activeer leerlingen door ze opdrachten te geven met de werkwoorden beschrijf of integreer. Het vierde aspect van deze taxonomie dat zijn de menselijke dimensies. En vind bedoelt hiermee dat je over jezelf leert en dat je ook in staat bent om je gedrag te veranderen, maar ook dat je anderen leert begrijpen en dat je weet hoe je met hen kan omgaan. Denk hierbij aan reflecteren en beoordelen. Het vijfde aspect is de zorgzaamheid. En hiermee bedoelt Fink dat je je kan identificeren en het kan veranderen van je emoties, interesses en je eigen waarden. Een, een soort zelfreflectie kan je hierbij betrekken. En het interpreteren van gevoelens, emoties, dingen die je overkomen. En dan tot slot het laatste aspect van deze taxonomie, dat is het kunnen leren leren. Al deze aspecten zijn dus van belang als het hebt over betekenisvol leren. En onder leren leren verstaat Fink dat je leert vragen stellen en dat je leert vragen beantwoorden en dat je in feite een zelfsturende lerende bent. Werkwoorden die hierbij van belang zijn zijn analyseren en bekritiseren. En dit zijn dus allemaal aspecten. Die terugkomen wanneer kinderen gaan bloggen. Als kinderen gaan bloggen, dan is het een soort vakoverstijgende vaardigheid. waarbij al deze zes aspecten in terugkomen. En de vraag die vaak leeft bij scholen als kinderen gaan bloggen is: moeten we dat blog nou juist openbaar? Of privé zetten. Recentelijk is er een debat geweest of um, overheden toegang moeten hebben tot allerlei informatie. Dat was naar aanleiding van de iPhone-hack. De FBI wilde een iPhone hacken van een terrorist en Apple wilde daar niet aan meewerken. En uh, komt op voor de privacy van burgers. Um, nou, over dat maatschappelijk debat wil ik het niet hebben. Maar het is wel belangrijk om te weten wat voor- of nadelen kunnen zijn als je um, openbaar of privé kinderen laat bloggen of vloggen. Niemand zegt natuurlijk dat je allerlei privacygevoelige informatie op een weblog moet komen te staan. Er hoeven geen namen op, er hoeven geen foto's op, er hoeven geen adresgegevens op gepubliceerd te worden. Maar er zijn zeker wel voordelen te benoemen om kinderen online openbaar te laten bloggen. En het eerste voordeel is natuurlijk dat een openbaar blog een veel groter potentieel bereik heeft. Daarnaast leren leerlingen direct een manier om hun eigen portfolio aan te leggen. En volgens Baltische, onderzoek van hem uit 2010, levert een openbaar blog ook op dat de kwaliteit van de producten toeneemt. Leerlingen weten dat anderen meekijken, meelezen, mee beoordelen en leveren daardoor over het algemeen een betere kwaliteit dan wanneer ze alleen in het schrift voor de leerkracht dingen inleveren. Niets is zo vervelend als je aan het bloggen bent en je blog wordt niet gelezen. Ook hier is een handige oplossing voor, namelijk quadblogging. En um, hieronder in de dia staat een link naar een video die dat uitlegt. Wat het in feite inhoudt is dat je groepjes van vier maakt. Hier zie je vier webblogs van eerstejaars studenten. Um, en bij quadblogging spreek je af dat in week 1 student 1 schrijft en student 2, 3 en 4 daarop reageren. In week 2 schrijft student 2 en reageren student 1, 3 en 4 daarop, enzovoort. En zo kun je elke maand of elke vier weken eigenlijk wisselen van focusschrijver en zorg je ervoor dat je blog gelezen wordt, dat je feedback krijgt en dat je publiek vergroot wordt. De groepjes binnen Quadblogging kun je natuurlijk um, hustelen, uh, vergroten. Je kan het ook met scholen onderling doen of met hele klassen onderling doen natuurlijk. Als je kinderen laat reageren op elkaars blog, dan is het belangrijk om hen te laten reageren puur op de inhoud, op het eindresultaat. Zeker als je gaat bloggen over een groepsproces of groepswerk. Je moet Probeer te voorkomen dat ze gaan schrijven over het maakproces of het groepsproces. Want dan komen vaak de negatieve gevoelens naar voren of de frustraties naar voren. En dit beeld is misschien wel het laatste wat je wil bewerkstelligen als je kinderen laat bloggen. Dat ze in de schoolgangen eh, boos worden op elkaar over wat iemand over iemand anders nou weer op internet heeft gezet. Dus stuur aan dat je altijd laat reageren op inhoud. En op die manier, als je kinderen laat bloggen, wordt het ook een rijk middel voor bijvoorbeeld peer assessment of peer feedback. Waarmee je kinderen elkaar voor een deel het werk inhoudelijk laat beoordelen aan de hand van heldere criteria. En hetzelfde geldt eigenlijk voor vloggen: vloggen is alleen een variant op het bloggen. Een vlog is een videoblog, oftewel afgekort een vlog, waarbij je dus niet schrijft, maar video maakt. En als je een video maakt, dan moet je die ergens hosten. De bekendste platforms waar je video's kunt hosten zijn natuurlijk YouTube en Vimeo. Waar je eenvoudig, snel, gratis je video's kunt plaatsen. En als je gaat vloggen, dan zijn er een paar dingen om goed rekening mee te houden. Als eerste moet je goed bepalen wat je doelgroep is. Dit geldt trouwens ook voor bloggen. Um, maar weet wie je volgers zijn en wie je wil als volgers. Vervolgens moet je goed nadenken wat jouw kijkers of jouw lezers willen. Waar liggen hun behoeftes en waar worden zij blij van? Heb ook een helder doel voor ogen. Wat wil je bereiken met je vlog? Wanneer ben je zelf? tevreden? Waar wil je naartoe werken? En hoe vaak wil je gaan vloggen? Een vlog is zeker arbeidsintensiever dan een blog. Dus begin niet met elke dag vloggen, want dat ga je nooit volhouden. Niet iedereen is en zo Knol. Um, maar bepaal een ritme wat je prettig vindt. En bedenk goed wie je ze eventueel zou kunnen helpen bij het produceren van de vlogs. Wie zou je kunnen helpen bijvoorbeeld bij het Kiezen van de onderwerpen, het maken van de materialen die je nodig hebt, het schrijven van de scripts, noem maar op. Wie helpt je daarbij? En tot slot, wat ga je nog meer doen behalve je vlog om het te verspreiden binnen jouw netwerk of om je netwerk te laten vergroten? Creëer een publiek op sociale media zoals Facebook, Snapchat, Twitter of LinkedIn en breng je vlog en blog onder de aandacht. Hier is een voorbeeldvlog van een leraar geschiedenis, meneer Van Empel uit het voortgezet onderwijs. Ik laat de video nu niet zien, zijn vlog. Ik ga geen video in een video tonen. Um, maar nogmaals, onderaan in de presentatie bij deze dia staat de directe link naar zijn vlog, waarin hij uitlegt wat fasjes zijn, deze rare touwtjes die om het hek heen zijn gewikkeld. Zijn vlog duurt anderhalve minuut ongeveer. En hier is het voorbeeld van een vlog van twee jongens uit groep 8. En zij hebben een vlog gemaakt over het Noordzeekanaal. En ook dit vlog zal ik niet laten zien als video in de video, maar kun je ook weer bekijken door via de diavoorstelling naar hun vlog door te klikken. Hun video duurt ongeveer 3 minuten. En daarmee kom ik aan het eind van mijn vijfde vlog over bloggen en vloggen. En wil ik nog een paar suggesties, ideeën meegeven zo aan het eind. Als eerste kan het heel erg fijn zijn om een gezamenlijk blog op te zetten, zodat je niet in je eentje blog, maar bijvoorbeeld uh, namens een klas, namens een sectie, namens een school, noem maar op, uh, of een groepje gelijkgezinde, en dat je met z'n allen auteur bent van hetzelfde blog. Dat scheelt gewoon dat je niet elke keer zelf artikelen hoeft te leveren, of vlogs, video's hoeft te leveren, maar dat je dat kan afwisselen en goed kan samenwerken. Samenwerken. Een andere tip is om leerlingen, kinderen, uh, studenten te laten bloggen of vloggen voor de opleiding, voor de school. Laat hen schrijven over hun studie, over de vakken die ze volgen en zet dat dan op de website van jouw school. Dat is hartstikke fijn voor ouders of potentieel geïnteresseerden die naar die school of die studie willen toegaan, om zich alvast te verdiepen wat het inhoudt om daar naartoe te gaan. En tot slot. Als je niet wil vloggen, omdat dat te tijdrovend is... ...maar je wil meer dan alleen bloggen of schrijven... ...dan kun je natuurlijk ook altijd ploggen. En ploggen is weer een samentrekking van een fotoblog. Dus dan ga je meer met beeld werken. Misschien uitsluitend met mooie foto's... ...of misschien fotostripverhalen... ...of um, grotendeels foto's met minimale teksten. Er zijn allerlei varianten mogelijk. In ieder geval, om af te sluiten... Als je blijft doen wat je altijd deed, dan zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg. Een prachtige uitspraak van Albert Einstein. Het is altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Als je hier meer over wil weten, dan kan ik twee boeken aanraden. Als eerst het wetboek voor bloggers van Charlotte Meindersma. En ook het boek dat recent is verschenen, Kleppendicht, van Patricia van Slobben en Michel van Ast. Waarin ook achtergrondinformatie staat over hoe je hiermee praktisch aan de slag kan. En daarmee kom ik dan echt aan het einde van mijn vijfde vlog. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik heb het voornemen om in elk geval voor de zomervakantie nog één zesde vlog op te nemen. Als je reacties wil geven op dit vlog, kan dat altijd. Neem contact met me op, mijn gegevens staan hier in beeld. Ik ben heel erg benieuwd hoe anderen hierover denken. En ook als je ideeën of wensen of suggesties hebt voor een onderwerp voor mijn zesde vlog, of als je eh, zeker wil dat ik doorga met vloggen, ook na de zomervakantie, laat het me weten. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot een volgende keer.